De coronamaatregelen worden waarschijnlijk weer aangescherpt. Wat denk je als je dat hoort? Ik kan me wel voorstellen dat het nodig is. Want ik hoor dat er wel wat meer besmettingen zijn, vooral onder de studenten. En dat we zo langzamerhand ook steeds wat meer ruimte krijgen. Dat betekent natuurlijk ook dat we steeds wat meer onszelf ook ruimte geven. Dus ik kan me ook voorstellen dat het tot wat meer besmettingen leidt. Ik ben het daar wel een beetje mee oneens. Als je bij de Albert Heijn komt bijvoorbeeld, dan zijn er ook heel veel oudere mensen die gewoon tegen je aanlopen. Er zijn 8000 besmettingen in heel Nederland. Dus ik vind het dan wel een beetje kort door de bocht om te zeggen dat het allemaal alleen maar de studenten zijn. Andere leeftijdscategorieën die houden ook wel barbecues en feestjes met het mooie weer. En jij komt hier nou van de campus af, een plek waar ontzettend veel studenten zitten. Zij krijgen toch een beetje, er wordt toch een beetje vinger gewezen naar de studenten, dat het allemaal aan hun ligt. Dat er veel besmettingen onder hun zijn is een feit de laatste tijd. Hoe kan dat volgens jou? Ik denk vooral bij het uitgaan. Bij de feestjes wordt er niet zoveel rekening gehouden met afstand, om heel eerlijk te zijn. Heb jij ervaring met thuisfeestjes eventueel onder de studenten? Ja, toevallig gisteren nog eentje. En hoe verliep die? Ja, eigenlijk wel goed. Vooral in de lift hadden wij opeens zoiets van, we staan met veel te veel mensen in de lift opeens. En toen zijn we in groepjes in de lift gegaan. Ik was een keer op een terras en toen ging het regenen en toen ging iedereen onder dezelfde tent staan van 2x2. Terwijl dat bij studentenverenigingen dat dan veel meer, in mijn ervaring, werd gereguleerd hoe we dat dan gingen aanpakken. Ook qua looproutes en zo is daar heel goed over nagedacht. Ook omdat er bewustzijn is dat zij onder een scherp toezicht staan, heb ik juist het idee dat zij het beter naleven dan de overige horeca. We proberen wel veel in de buitenlucht af te spreken, maar tegelijkertijd heerst er wel een beetje het beeld onder studenten ook wel dat we het idee hebben dat we er niet zoveel last van zullen krijgen.